Goedemiddag, welkom bij Joert. Buschauffeurs die op de Friskerbussen rijden, krijgen er slimme lichamelijke klachten van. Het vakbond FNV dreigt daarom via de connection van de ruchten te slepen als die er niet ondocht. Tientallen chauffeurs krijgen klachten door nekken, reg, jerms, heupen en knibbels van het rijden in de minibussen. En ze krijgen er pienenhallen van. Met name omdat ik vrij lang ben, dan zit je helemaal klem en voornamelijk maar de knibbels. Komt er voortdurend maar het zien een versnellingspookhoorn en alles. Het is, als je dan per uur achter het stuur zit, dan haast die nacht wel. Ook passagiers zitten er net lekker in. De Friske riet in en om Ljouwert. Het vakbond FNV houdt Connection 4 weken de tijd om de zaken op orde te krijgen. Of stappen ze naar de rechter. De twijfelachtige eer van eerste Friers mooi alcoholslot is voor een 31-jarige Noord-Burgemer. Siri Bewies is dit weekend in beslag namen omdat er te volle dronken hier. Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheid, hoe waag het noem de Noord-Burgemer een alcoholslot te jaan. Zoend 1 december kunnen mensen het slot krijgen die het mooi te volle drank op achter het stuur kroepen. Dan wordt er in je auto een slot inbouwd, een alcoholslot. Dus elke keer dat je in je auto stappen wollen, dan moet je blazen in het apparaat. Nou, had je dronken dan, of alcohol dronken, dan start de auto dus net. En die maatregel die hield 2 jaar. Dus 2 jaar lang had je een slot in je auto. En 2 jaar lang moet je verplicht een begeleidingsprogramma volgen. En dat zie je al jezelf betellen, Matten. De kosten van het slot en het begeleidingstraject binnen een peer 1000 euro. Het plan van Ljouwert om culturele haatster te worden in 2018 luidt onder vuur. Toch gaan 50 Pommeranten en bekende Friezen Joert bekendmaken dat ze het initiatief stiepje en zag het als een grote kans. Troch een petitie in de Ljouwerter Kranten en het Fries Dijblad litten onder oren Fappe de Haan. Al de sterrentocht van zit er wie bewieling en filmmaker Steven de Jong weten dat culturele haatster 2018 belangrijk is voor Ljouwert en Friesland. Het zou een protte extra werk en toeristen opsmieten. Hij kwam er op Friesland-directeur Jan Koster, zocht kansen. Als je zo'n geweldig spektakel in de Friese grenzen krijgt, of in Ljouwert krijgt, heeft dat een geweldige economische spin-off. Dus we zien het een geweldige kans dat wij Friesland Europa inbrengen kennen. 5 steden strijden om de titel. Op een Friese deelname is een soort kritiek. Het campagneplan zou miljoenen kastje en net duidelijk genoeg wijzen. De binnentakken hier meer werk lezen in Friesland als dit hier. Nou is 5,5% van de beroepsbevolking werklees. In 2012 is dat 6,6%. In vergelijking met de oren noordelijke provincies docht Friesland het daarmee nog het beste. In Grijnsland komt de werklees hier takkemier boppen de 9% uit. In Drenthe is dat 6,2%. De organisatie van de Sinterklaas-intocht in Seruusteveen denkt nu om maatregels voor Takkemier. Sneeuw werd de optocht verstuurd door een 21-jarige automobilist uit de Harkema. De man riet maar hege snelheid door de kolk en wilst er een soort publiek op Sinterklaas te wachten. Een vrijwillige rekken verwoenen. Tocht wordt om afsluiting voor auto's of een orenlocatie. Colin Malan onderziek het serieuze geerwerking met Dongeradiel en Dantemadiel. Eens had Acht Kaspelen de vakkar als partner, maar die gemeente wil geerwerken met dit Sjerkstra deal. En daarom zal Colin Malan nu praten met Dongeradiel en Dantemadiel. Wij hebben met Dongeradiel en Dantemadiel al een heel soort geerwerking, maar dat is logisch. 5 gemeenten lezen hier en die werk je op een heel soort terrein geer. Maar ik de problematiek van de loonbouw, de toerisme-recreatie en net de vierde het Lauwersmarktgebied. Dan ben al je dingen bij elkaar opteld dat we zeggen, nou, daar lees ik constant genoeg en dat zullen we ook helemaal zitten. Het hoeft net op een fusie u te draaien. Ook de optie van 4G in de geerwerking zal onderzocht worden. Dongeradiel had al zijn iepen te steen voor een peteer met Colin Malan. De stofexplosie van Justemiddy had een productje van molkpoeier bij het Leipakfabriek in Ljouwert volslaan stilaan. De brandwacht hield het vuur gauw uit en meiwerkers konden al hier op tijd uit de hal komen. De skeer van het molkpoeierfabriek is grut. Ik heb al 3 weken door je van het alles weer oprommen en versteld is. Het is wel zo vanzelf dat de silo natuurlijk beschadigd is, weer het plak van het. Daarnaast is het gebouw op bepaalde plakken wat verzet. Hè. Dan moest denken aan bijvoorbeeld bepaalde tussenwanden en tussenmuren. Nou ja, alles bij een ander optelt, ben je natuurlijk ook al een paar ton verder, denk ik zo. De oorzaak van de explosie werd zocht in statische elektriciteit, boppen in de silo. En dan ben we daar aan de waasverwachting. Joen en vannacht opklaring, het is 1 of 2 graden boppen 0. Letten vannacht rein en een hudde zuidwestenwind.
En morgen eerst rein, maar al gauw hebben we te krijgen met stormbuien, met kans op tonger, hagel en zware windstieten. En het is morgen maximaal 8 graden. Dit wie de kwatte editie van Joert. Meer nijs is er om 6 uur. Maar nou eerst hier en het paard waarom. Nog een mooie dag verder.